Welkom op ons livestreamconcert hier in Studio Trad. Een beetje onze muzikale thuis. We zijn super blij dat we nog een keer samen kunnen spelen. Echt samen spelen. Nu alleen nog het echte live publiek. Maar in afwachting daarvan al heel hartelijk bedankt dat jullie allemaal aan het kijken zijn op dit moment. Ik zeg ook snel even iets in het Engels voor de internationale kijkers. Hello everybody. We are Trio Dore, but that you probably already know. We are very happy that we can play together in this live stream session for you. And thank you very much for watching. I will speak both Dutch and English from time to time. So the first tune we played for you was called August. That's also the name of our latest album. And now we're going to continue with a tune called Endless Dancing from our previous record from Momentum. All our CDs have been recorded in the studio, so it's a great place for us to play a live stream concert. So yeah, we're gonna enjoy it for sure. There we go, Endless Dancing. Thank you.
dikke merci voor het virtuele applaus, zou ik zo zeggen. We gaan verder met een nummerke van Wart. En die gaat daar zo dadelijk na zijn stemwerk een woordje uitleg over geven. So we're going to continue with a song that Wart wrote now. And he's going to talk a little bit about that song once he's done tuning. Yes, a few years ago, it seems like ages, when we were on tour just playing concerts without any knowing of Corona, we went to a very nice festival in Scotland on the Shetland Islands, the Shetland Folk Festival, and we had a lovely time. We had a great week over there. There was just one minor thing, the very long trip, the boat trip. It took us a whole night to get there, and the plan was to sleep a bit on the boat, but I got quite sick. So when we arrived on the festival, I told some guys over there, like, oh fuck, the boat trip, it's crazy. And they told us, like, oh, there's a very good trick. When you go back home, you should try it. Just when you go on the boat, you just go straight to the bar and you're some whiskey and some beers, you drink them at fundum. And after a while you will get hungry, but no worries, on the boat they will serve fish and chips. And then you eat something, it's very salty, so you get thirsty again, you drink some more. And after a while you won't feel or notice the boat. So we tried this trick, and it turned out you should practice it slowly, building up. So the trick didn't work out for us. So sick and drunk, we went to our cabin and We started playing a bit, and we wrote this tune, and we called it Huiswaarts. It's going home. Thank you.
All right, so that was a tune that that Wart wrote. Very beautiful tune, I have to say. I hope he heard it loud and clear that I gave him a compliment. What? It didn't happen too much in the past 10 years. So now I will say something also in Dutch again, and afterwards in English. Dus voor de kijkers uit Vlaanderen en Nederland, we hebben heugelijk nieuws, indien dat je het nog niet had zien passeren op de social media. Gisteren was de uitreiking van de allereerste Flanders Folk Awards. En daar hebben we de prijs in ontvangst mogen nemen voor beste album van 2020 met onze laatste plaat August. En daar zijn we heel vereerd om en heel blij mee. En het is eigenlijk ook heel tof dat we dan nu direct dit concert een dag later kunnen spelen. Dus dat is zalig. En we hopen echt dat een initiatief is dat nog vele jaren zal verder gaan en is daarmee in de media komt. En dat voor vele andere groepen ook echt iets kan betekenen en kan helpen om de Vlaamse volk verder te helpen. Dat zou fantastisch zijn. Maar ik denk dat dat al volop aan het gebeuren is, dus zalig. Ja, Wart, die doet mij hier net teken dat ik nog een... nog iets moet mededelen. Om ongeveer rond 9 uur hebben we ook nog een klein interview op Radio 1 in Time Out. Dus jullie kunnen daar ook nog afstemmen na dit concert, als jullie dat willen. Daar zeggen we ook iets kort over die award. So for the international watchers, yesterday was the first time ever that the Flanders Folk Awards were given away, and we are very proud to say that we won the prize for the best album of 2020, and yeah, that's fantastic. Of course, we're very happy with that, with our album August. We won that, and it's great that now one day later we can play the tunes again. That's great. And there is one other person who is not in the band but who's very important for us, and right now he's behind the mixing desk of the studio. It's Jeroen Gerink. He produced all our albums and also the August album, and in that latest album there has been a lot of work put in there, and he was the right guy to say from time to time, hey guys, you should work a bit harder on that part, or you shouldn't play that part at all. So thank you, Jeroen. He hears this right now, of course. Thanks a lot for all your hard work. It's you deserve this prize as much as we do, or maybe even more. Just remember that. I'm not gonna repeat it never again. All right. So yeah. Enough about awards and prizes. Let's play some music, and now that we just talked about Jeroen and Studio Trot, the next tune is called Studio Trot and is dedicated to this place. So there we go. Thank you.
Zalig, zalig. Ik ben me hier echt goed aan het amuseren. Echt heel tof om nog eens samen muziek te spelen. Het was weer een hele tijd geleden. Ik denk van onze Denemarken-tour in oktober, die nog half-half doorging. Tot nu dus. We hopen echt dat we in de zomer nog wat gaan kunnen spelen. Vandaag kwam er nog een nieuwe aanvraag binnen voor een optreden in augustus. Het ziet er naar uit dat er wat dingen op gang aan het komen zijn voor augustus. Dus laten we allen samen hopen dat er iets kan doorgaan. Dat zou super zijn. We gaan verder met een nummer en dat heet Poldervuur. En dat dragen we op aan Vuurke Stook. Onze favoriete hobby sinds dat we kleine mannetjes waren. En we vinden het nog altijd even plezant. En we dragen het graag op aan onze maten uit de polders. Jongens, ja, jullie daar, als jullie kijken. Otfried en de Krevens. Deze is voor Hulder. En laat ons hopen dat we ook snel terug rond het kampvuur kunnen pintjes drinken. Zou heel leuk zijn. En tot die tijd gedraag jullie. So, now we're gonna play a tune called Poldervuur. It actually means bonfire or something like that. And we dedicate it to the nicest thing ever, drinking beers around the bonfire. Thank you.
Man. Oké. Hopelijk is het daar bij iedereen thuis gezellig. Een pintje erbij, of een theetje erbij, of een whiskytje. Chipske erbij. Yes, we kunnen er beter maar mee blijven lachen, hè, dat we nog altijd half opgesloten in ons kot zitten. Best niet aan wennen. Gewoon de moment dat het terug mag, volop terug naar concerten gaan. Maar ik denk dat dat niet zal mankeren. Dat zal wel lukken, denk ik. Oké, dus meestal die artiesten die zo een award winnen, die bedanken dan hun manager. Maar wij als drie broers, wij weten wel wie we moeten bedanken. Dus het volgende nummertje is een bedanking aan onze mama en papa. Om van ons te maken wat dat we nu zijn, zeker. Drie lastehaards die wel vrij goed muziek kunnen spelen. Of proberen vrij goed muziek te spelen. Voor de rest heel ambetante mannetjes. Maar dus mama en papa, bedankt. Om ons toch te proberen opvoeden. Het volgende nummerke heet Speelhuis. En dat dragen we dus op aan onze ouders die altijd een warme thuis voor ons voorzien hebben en ons altijd gesteund hebben op al onze wegen. Niet enkel de muzikale wegen, maar op alle wegen. Dus bedankt daarvoor. So, the next tune we're gonna play is a tune we dedicate to our parents. And the title of the tune is The House Where You Can Play. Because we all grow up in a warm nest or a warm house, so we're very grateful for that. Thank you.
Oké. Het is niet zo'n heel lang concert dat we gaan spelen, dus we naderen stilletjes aan het einde van het concert. Maar we hebben wel nog een tweedelige set voor jullie. Het zijn eigenlijk twee nummers die samen één set vormen. En voor we die gaan spelen, toch nog even ook een beetje reclame maken. Mensen vragen wel eens in deze coronatijden, hoe kunnen we de muzikanten steunen? Wel, ik zou zeggen door cd's te kopen, maar ik weet dat heel veel mensen deze dagen al aan het streamen zijn. En dat is zeker ook niet mis. Stream er maar op los, Triodore. Alle muziek staat op de streamingplatformen. We hebben ook een paar clips op YouTube, dus daar kun je ook zeker subscriben en ons volgen. Maar we hebben ook nog altijd cd'tjes te kopen op onze webshop. Ja, bijna. Oh, jongens. Dat krijg je dan. En vinyljes, uiteraard. Van August is er ook een vinyl voor de hipsters onder jullie. Dus dat kan allemaal. Als je dat bestelt, dan doet ons mamatje, die doet dat dan op de post. Nog iets om haar voor te bedanken. Die doet al jaren de bestellingen van de cd'tjes en de vinyls. En ze doet dat met heel veel liefde. Krijgen dan af en toe een foto op Messenger. Kijk, weer een cd'tje naar Japan. Ongelooflijk zeg. Dus zo blijven we op de hoogte. Dus mama, bedankt. Dus zo verder. Ja, ik zal misschien toch ook nog even de muzikant of de band voorstellen aan de gitaar vanavond voor u, onze kleine of zijn Wartoren. Virtueel applaus op de draailier voor u, de oudste van ons drie, Koen Doren. En mijn naam is Hartwin Doren, ik speel diatonisch accordeon. Het was zalig om dit concertje te spelen. Ook nog eens dik merci aan Jeroen aan de knoppen, Jeroen Gerink, die dat hier weer prachtig gemixt heeft. Super. So, maybe also something in English. I was saying that if you would like to support us, then you can always buy a record or a vinyl on our webshop. Or you can stream our music. We're on all streaming platforms as well. If you like our music, feel free to subscribe to those platforms. Then you stay up to date about new releases and so on. And I quickly introduced the band, but I guess you got that as well. And now we're going to play already the last two songs of this concert. We had a lot of fun. Thanks for tuning in and watching. And we hope to be back to playing real concerts very soon. Last two tunes are Heuveland and Haven. Heuveland is it's a name of a region in the west of Flanders where we went for 1 week to compose the tunes on the August album. And Haven, that means harbor in Dutch. And talks for itself. There we go. Thank you.
Merci. Salukes. En tot de volgende. See you next time. Thanks. Thanks a lot. Thank you. Bye-bye.